Welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 7 juli. Vandaag in het journaal. Nieuw medicijn en onderzoek tegen COVID-19. Ozodresis zijn niet altijd veilig. Een eenzetting over vaccinatie mobiele unit. Tegen welke symptomen van het COVID-virus is een ozodresis aan te raden? De humane farmacologie of geneesmiddelenleer is een deelwetenschap van de farmacie die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking of interacties tussen farmacologische stoffen en fysiologische processen. Iemand die een onderzoek doet in de farmacologie wordt een farmacoloog genoemd. Dennis Mans studeerde in 1984 af als medisch bioloog aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1991 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over het antineoplastisch middel etoposide. Tussen 1992 en 2000 werkte hij in Brazilië aan planten met kankerbestrijdende eigenschappen. In 2000 keerde hij terug naar Suriname om een academische functie te bekleden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In 2001 werd hij hoofd van de afdeling farmacologie. In 2006 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent en in 2008 hoogleraar met een leerstoel in farmacognosie. In onze eerdere journaal had de hoogleraar het over het gebruik van ozodresis, waarbij hij aangaf geen problemen te hebben met een ozodresie. Maar men moet er niet van uitgaan dat een ozodresie altijd veilig is. Je hoort vaak ook, ozodresie is natuur, dus natuur is veilig. Ik denk niet dat dat zo is. Ik bedoel, we zijn het erover eens dat cocaïne, heroïne, ik bedoel, morfine toch, heroïne is van morfine, en morfine komt uit een plant. En zo zijn er een heleboel andere zaken die de natuur heeft gemaakt, of die de natuur maakt, die planten maken. Maar je moet er voorzichtig mee zijn, toch? Ik heb het ook in een van de vorige uitzendingen aangegeven. Planten maken geen medicijnen voor mensen. Planten maken chemische verdedigingsstoffen. En in sommige gevallen heeft de mens gebruik kunnen maken van die verdedigingsstoffen om die te ontwikkelen tot medicijnen. Maar laat me dan ook één misverstand uit de wereld helpen, nu ik toch de gelegenheid heb. Men zegt natuur is beter dan synthetisch, dan chemisch. Wel, ik zeg altijd, die tegenstelling is geen. Want als ik H2O, water, maak in het lab, is het hetzelfde H2O als wanneer ik dat haal uit de Suriname rivier of wanneer ik dat haal uit het blad van een plant. Toch? En daarnaast is het ook zo, ik heb het al gezegd, planten maken dus geen medicijnen voor mensen, maar planten maken chemische verdedigingsstoffen. Dat wil zeggen, het zijn dus giftige stoffen die planten maken om zich te verdedigen tegen vijandige parasieten, insecten, kleine zoogdieren, grote zoogdieren, waarin ze moeten leven. Toch? In die omgeving moeten planten leven, maar planten kunnen niet wegrennen. En planten hebben geen klauwen of slagtanden of zo om mee te vechten. Dus dat is de enige manier om zich te verdedigen. Maar dat betekent ook dat die verdedigingsstoffen heel effectief en heel snel moeten werken. Dus verschrikkelijk giftig moeten zijn. Wij kunnen ze gebruiken in een heleboel gevallen, maar dan moeten we iets aan dat molecuul dat die planten maken moeten veranderen. Zodat het dus bruikbaar wordt voor de mens, maar minder giftig. Dus ik hoop hiermee dus dat dan de mythe, de natuur is beter, dat die mythe ook uit de wereld is geholpen, omdat dat niet zo is. Via de social media kanalen worden door verschillende mensen opgeroepen om ozodresis te gebruiken tegen COVID. Er circuleren ook filmpjes waarbij mensen geïnterviewd worden na een ozodresis ingenomen te hebben. Maar hoe effectief werkt een ozodresis tegen COVID? Voor welke van de symptomen wordt een ozodresis gebruikt? Je moet gaan zeggen, ik heb een ozodresis dat misschien de symptomen van COVID zouden kunnen tegengaan. Maar welke symptomen? De symptomen van ugge, of de symptomen van ademnood en je moet aan de zuurstof? Of heb je het over voorkomen van? Toch? Dus deze definities. En je gaat ook zien als je kijkt dus inderdaad naar hoe zaken worden beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Deze nauwkeurigheid wordt wel aan de dag gelegd. Toch? En ja, als je dus inderdaad dan praat over een ozodresis tegen COVID, dan zijn deze dingen ten eerste niet nauwkeurig omschreven. En ten tweede, die studies met bijvoorbeeld sopropobladeren, gedroogde sopropobladeren in India, volgens welke
of op basis van waarvan FDA heeft gezegd. Het zou best wel kunnen werken, toch? Tegen mild to moderate diabetes. Die studies zijn niet gedaan met die osodresis waarvan men claimt dat die werkzaam zijn tegen COVID. Die zijn slechts gebaseerd op ik weet en ik zeg en ik denk en ik vermoed. En ik haal 3 mensen die mij getuigen kunnen zijn. Maar zo werkt dat ding niet. Dat ding werkt op basis niet van 3 mensen, maar van duizenden gedocumenteerde gevallen. En dat maakt dan inderdaad dan die claim zwak. Meneer Daarthuis, ik zou niks liever willen dan dat we in Suriname iets zouden hebben tegen COVID. Toch? Van ons eigen achterland of van onze eigen wie-igisani. Maar als dat niet zo is, althans als dat niet bewezen is of bewezen nog niet bewezen is, dan moet je dus dat ook kunnen toegeven. En dat is het grote probleem. Als men dat niet kan of dat niet wil, dan moet men dat ook niet doen. Maar toch? En nogmaals, ik heb het ook de vorige keer gezegd. Dat geeft dus jou absoluut niet het recht om dan de osodresie op hetzelfde niveau toch te zetten als bijvoorbeeld de vaccinatie. Waarvan wel bewezen is, die wel al die stappen heeft doorlopen met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen. Op basis waarvan kan worden gezegd, ja, het werkt. Tenminste, het is, je kunt er dan COVID mee voorkomen, althans de ernstige symptomen van COVID mee voorkomen. Die stappen, die procedures met die zoveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen, die heeft die osodresie niet doorlopen, sorry. Zo simpel is het. En dan kan je dus dan nationalist zijn, toch? En je kan zeggen wie Egisani, maar feiten zijn feiten, ik kan er niks aan doen. Vandaag werd de Overbridge een train-the-trainer-programma georganiseerd. Dit in het kader van de COVID-19 awareness in de toerismesector. 14 fysieke participanten doen mee aan de 3-daagse training. Deze participanten komen uit verschillende sectoren, waaronder participanten uit het ministerie van TCT, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Arbeid en het ministerie van Volksgezondheid. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid en de minister van TCT Albert Jubitana mochten de launch van de training bijwonen. Ook aan de horecasector is gedacht, dat zegt minister Amar Ramadien in gesprek met het COVID-19 journaal. Kijk, we begrijpen dat elke sector ongeduldig is en het niet meer uithoudt. Dat is best begrijpelijk. We zijn vandaag hier bijvoorbeeld bij de toerisme sector, waar we ook eigenlijk een trainersprogramma hebben geïnitieerd samen met TCT. Om in elk geval terug te komen in een veel sterkere positie. Terug te komen in een veel beschermende positie. En we hebben daarmee dus ook gezien dat andere sectoren ook behoorlijk, eigenlijk alle sectoren behoorlijk schade hebben ondervonden. Ook de horeca, dat begrijp ik. En de horeca is weliswaar onder aangepaste condities wel doorgegaan. Zoals bijvoorbeeld delivery en afhaal. Dus er is geen stillegging geweest. Maar ik begrijp dat een dine-in of een outdoor terras meer inkomsten kan genereren voor een dergelijke sector. Daar zijn we ons ook van bewust. Wat de ontwikkeling is nu, is dat de sector natuurlijk roept om gehoord te worden. Dat doen we ook. Maar aan de andere kant moeten we wel beseffen dat wij het ook vanaf het begin hebben gezegd, we zitten nog op een lage vaccinatiegraad. We hebben grote stappen vooruit gemaakt, voorwaarts gemaakt. We zitten nu al behoorlijk qua eerste dosis op een 200.000 plus personen. Maar het volledige gevaccineerd aantal is nog laag, nog geen 7%. En daar moeten we dus heel goed naar kijken. Wat een voorwaarde zal zijn wel voor het openstellen van de horeca, is sowieso een 100% vaccinatiegraad onder het personeel. Dat is een vereiste. En ook de bezoekers die zullen gevaccineerd moeten zijn om het risico op verspreiden van het virus bij eventueel positieve, ondanks triage, ondanks zaken, dat je dat moet gaan indammen. Dus men moet ook gaan beseffen, de samenleving, maar ook de horeca, dat wil je iemand daar veilig hebben op je plek, want we gaan niet naar een terras en zitten 5 minuten. We zitten langer, gemiddeld, ik weet niet hoe lang, misschien een uurtje, 2 uurtjes. Dat mensen zitten en met een groepje en zitten te babbelen, te eten. En dan moet je eigenlijk je dusdanige beschermingskleppen inbouwen. Dat we weten dat vaccinatie werkt.
Dus er zijn bepaalde mensen die nog steeds niet geloven in vaccinatie, wat het werkt. En dat gaat helpen ook om besmettingen in die sector tegen te gaan. Want het is voor niemand leuk om dan daar een massale. Je hebt in Nederland bijvoorbeeld gezien in een club dat er honderden besmettingen zijn geweest als gevolg van eigenlijk niet gevaccineerden die daar positief waren en besmettingen zijn plaatsgevonden. Dus we zijn heel erg voorzichtig. Ik ben voorstander van een gefaseerde, verantwoorde normalisatie. Willen we gaan, dan moet de horeca 1 intern organiseren. Dat ze 100% gevaccineerde personeelsleden hebben. En dat bedoelt dat je ze moet gaan dwingen, maar dat je ze wel moet gaan motiveren. En daar kan de overheid je ook helpen. Aan de andere kant, bezoekers moeten ook beseffen dat natuurlijk kan je delivery afhalen, dus we gaan geen onderscheid maken op dat gebied. Iedereen mag. Maar wil je ook een beetje genieten van de normalisatie en het normaal weer, dan moet je wel beseffen dat wij het als overheid kunnen bewijzen dat vaccinatie wel helpt die besmettingen in zo'n setting te voorkomen. Dus dan zijn we wel een voorstander van dat mensen die gevaccineerd zijn ook die ruimte moeten krijgen. Dus dat is het. Ik wil heel voorzichtig zijn, omdat ik niet het gevoel wil geven aan mensen dat ze gediscrimineerd worden op basis van hun vaccinatiestatus. Maar langzaamaan ga je begrijpen. Het is een proces. Behalve dat de WHO zich concentreert op de vaccinatiecampagnes wereldwijd, zijn ze ook bezig nieuwe medicijnen te onderzoeken die ook kunnen helpen tegen het virus. Een van de medicijnen die momenteel in onderzoek is ivermectin. Ivermectin bestaat al sinds 1987. Het middel wordt nu voorgeschreven bij de behandeling van schurft- of worminfecties. Volgens sommigen kan het antiparasitaire middel voorkomen dat mensen met COVID-19 ernstig ziek worden. Suriname heeft ook de gelegenheid om mee te doen aan het onderzoek. Maar daarvoor is er hulp nodig van de gemeenschap. Epidemioloog Ingrid Krishnadat legt haar fijn uit hoe het onderzoek eruit zal moeten zien. We hebben al drie golven van COVID-19 meegemaakt. De derde golf was de ernstigste. Vaccineren is de enige manier om te voorkomen dat we ernstig ziek worden. Omdat voor COVID-19 er geen goede behandeling is. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten kijken. Als we niet hebben kunnen vaccineren, om wat voor reden dan ook, en er nog geen vaccin beschikbaar is op waar je moet vaccineren en je wordt toch ziek, dan willen we je wel medicijnen geven. En de WHO heeft een x-aantal medicijnen in onderzoek. En ivermectine is een van de medicijnen waarvan men zegt, laten we dat nog een beetje beter onderzoeken om te kijken of het wel of niet werkt. Of het kijken of het wel of niet voorkomt dat mensen elkaar besmetten. Of voorkomt dat mensen ernstig ziek worden als ze eenmaal besmet zijn. Suriname heeft de gelegenheid om ook mee te doen. Om ook te doen aan een onderzoek om te kijken of dit middel goed is. En het kan voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en doodgaan. We willen dit middel dus in een onderzoek aanbieden aan de gemeenschap. Om te onderzoeken of het werkt of niet. Hoe doen we dat? We gaan dat met een clinical trial doen en een placebo-controlled clinical trial. Wat betekent dat? Een placebo is een middel dat eigenlijk nep is. En het andere middel is het echte middel. Door sommige mensen die ene te geven en andere die andere, dan kan je zien of het effect van het medicijn echt aanwezig is. Waarom geef je iemand een placebo? Wat is dat voor nonsens? Nee, een placebo is een heel goede manier om te kijken of een middel werkt. Want ik zeg je, als iemand je gewoon een of ander tabletje geeft, of een of ander blaadje, en hij zegt aan je, dit ding werkt, het maakt je gelijk beter, en je gelooft het goed, dan word je beter omdat je hoofd het sterkste is wat je hebt in je lichaam. Met je geest kan je bijna alles. Daarom zijn placebo's niet alleen overal op de wereld heel belangrijke dingen. Omdat men weet, als je het in je hoofd zet dat iets je beter maakt, dat het je beter maakt. Dus als we niet weten of het je hoofd is of dat middel, moeten we kijken welke werkt. Daarom gaat men soms een placebo geven en soms het middel. En het is een blinde trial. Dat wil zeggen, de persoon die je die medicijn geeft, weet niet of hij placebo of medicijn geeft.
De persoon die het medicijn krijgt, die weet het ook niet. En dit is een triple blind study. Dus ook de onderzoeker, dat zijn wij, die de medicijnen verdelen, weet eigenlijk niet wat in wat zit. Als we het gaan onderzoeken en kijken wat is A en wat is B, gaan we zien of het middel werkt. Dit kan op een heel korte tijd. Om dit goed te kunnen onderzoeken, moeten we mensen die pas ziek zijn, dat middel geven. Dus we vragen u, als u net ziek bent geworden en u denkt dat u COVID heeft, ga snel testen, en we gaan u dan met een rapid test testen. En als u dan heeft, dan, als u tenminste met ons mee wilt doen, want u moet wel toestemming geven, dan kan u meedoen en dan kunnen we kijken of het middel wel of niet bij u werkt. Maar als u al 15, 20 dagen ziek bent, heeft het geen zin meer. Dus ga snel testen zodra je een beetje ziek bent en vooral als je mensen in je omgeving hebt. Ook willen we kijken of dit middel geen mensen, andere mensen besmet. Dus als iedereen in je huis al ziek is, dan weet je zeker je hebt COVID. We willen ook kijken hoeveel mensen je kan besmetten als je het middel wel of niet gebruikt. Dus het is beter als we willen liever mensen hebben die als eerst ziek zijn in hun omgeving. Dus mensen die pas ziek worden en klachten hebben die op COVID lijken, ga u snel testen en neem deel aan ons onderzoek. Maar toch, het beste wat je kan doen altijd is vaccineren. En zo zijn we ook voor vandaag weer aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Volgt u de juiste kanalen om aan de juiste informatie te komen. De kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en de kanalen van de communicatiedienst Suriname. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal, maar dan in het Surinaams. Tot dan!